Breda Nu. Je weet het meteen. In het Stedelijk Museum vond de uitreiking van de Blastprijs 2018 plaats. De Blastprijs is een initiatief van het Bredase architectuurplatform Blast. Er waren twee categorieën, bedrijfspand en winkelpui. De prijzen werden uitgereikt door burgemeester Paul de Pla. We vinden de ruimtelijke kwaliteit van de stad eigenlijk heel erg belangrijk. En met zo'n award kun je natuurlijk verschillende projecten voor het voetlicht brengen. En we doen dat ieder jaar in verschillende categorieën. Waar kunnen heel veel winkelpanden nou nog op verbeteren dat ze misschien volgend jaar wel genomineerd kunnen worden? Volgend jaar hebben we een andere categorie, dan zal het dus geen winkelpand zijn. De commissie ruimtelijke kwaliteit, die beoordelen alle bouwaanvragen van de gemeente. Die zien dus alle bouwplannen die binnenkomen. Die hebben een soort longlist gemaakt en winkeliers hebben zelf hun project in kunnen dienen, zeg maar. Dus het was aan de winkeliers zelf ook. Maar er kan maar één winnaar zijn. En de winnaar is als eerste bij het bedrijfspand. En ik lees het juryrapport voor. Unaniem heeft de jury tot winnaar van de Blastprijs 2018 gekozen in de categorie bedrijfspand. Het ontwerp van Paul de Ruiter Architects voor Kringels. Om het gebouw even mooier te maken dan het is. Wat gaat er door je heen op zo'n moment? Ja, leuk. Het is superleuk dat we dat gewaardeerd worden. Het is echt een soort pareltje die we aan het maken zijn aan de Graaf Engelbertlaan. En het is fijn dat dat wordt gezien door de jury als een goed initiatief, zou je zeggen. Ja, de sterke punten zijn dat het een energie-neutraal gebouw is. Dat is natuurlijk sowieso van deze tijd. Het is een heel erg duurzaam, gezond gebouw. En het is eigenlijk heel mooi verweven met het landschap. En daarvoor geldt dat opnieuw unaniem de jury tot winnaar van de Blastprijs heeft gekozen in de categorie winkelpui. Het ontwerp van Rietschoten Design voor gewonnen. Heren, wat gaat er door jullie heen? Yes. En een soort vorm van genoegdoening. Soms kan het natuurlijk ook helpen dat je op een gegeven moment ervaart en ziet en je oordeel geeft over datgene wat je mooi vindt. En dat je soms ook laat verrassen. Want vandaag de winnaar van de winkelpuien was de winnaar van het project van Bommel. En dat was voor sommige mensen in de stad wel een klein beetje wennen. Maar luister naar het verhaal. Luister naar hoe je daar moet kijken. En misschien ga je het dan ook wel heel erg waarderen. Het is eigenlijk een beetje, zou je kunnen zeggen, als nieuwe muziek. Daar moet je in het begin misschien ook even aan wennen. Maar na verloop van tijd denk je, hey, dat is mooie muziek. Dat is heel erg aardig. Nou, datzelfde geldt voor architectuur. Breda Nu. Je weet het meteen.